Als je zo bezig bent met een stuk touw, dan kan je op elk moment één van die stukken touw pakken. Bijvoorbeeld het stuk wat nog om je nek hangt. En dan kan je ook zeggen, ik ga iets gevaarlijks doen. Namelijk 1, 2, dwars door mijn nek. Hoe sla je een touw dwars door je nek? Dit moet je goed oefenen, want als je het verkeerd doet, gaat die echt vast om je nek. Je hangt het touw om je nek en het ene stuk is iets korter dan het andere stuk. Dan pak je de touwtjes vast tussen duim en vinger. Dan ga je naar het andere touw en dat klem je vast met je middelvinger. Dat doe je ook aan die kant. Nu laat je met je duimen los. En dan ga je met je ene hand om je nek. En je andere hand gaat een beetje mee. En zo gauw die vast zit, trek je aan het touw. Wat gebeurt er namelijk? Als je met je wijsvingers het andere touw vastpakt, dan doe je eigenlijk dit. Doordat je deze hierheen doet, maak je hier een lus van. En als je met je hand meegaat, krijg je hier, even heel duidelijk gedaan, een grote lus. En nu, als je trekt, verdwijnt hij weer en is het net alsof hij door je nek gaat. Dit eindje is iets korter dan dit eindje. Klem tussen duim en wijsvinger. Je middelvingers zijn open. Met die kant klem je hier en met die kant klem je daar. Nu laat je met je duimen los. Nu ga je met je ene arm om je hals en dit lusje met je andere hand trek je ook naar achter. Dan krijg je dit. Doe net alsof het gevaarlijk wordt. Tel tot 3 en dat kan je nog een keer doen als ze er niet op verdacht zijn. Want bij die ene truc, daar maak je lusjes. De eerste lus kan je ook zelf knopen. Dan doe je hem zo om je nek. En dan verwacht niemand. Maar voor je het weet, oh, gaat hij dwars door je hals. Hoe doe je dat? Je hebt de lus. En die doe je dubbel om je nek. Je duimen steek je erdoor. Nu ga je met één vinger, mag je zelf weten welke hand, die steek je van de voorkant in de lus. Dan haal je die duim eruit op het moment dat je de truc doet. En als je heel snel trekt, trek je de lus eigenlijk om je hals heen. Natuurlijk doe je nu de duim er weer in, zodat mensen geen verschil zien. En het is gebeurd. Deze truc moet je dus heel snel doen. Want als je het langzaam doet, dan zie je dit. Dat ziet er niet mooi uit. Als je het heel snel doet, ziet het er wel goed uit. Nou heb ik deze DVD gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar. Dus dat betekent dat er ook een paar gevaarlijke trucs op zitten. Zoals je arm breken. Die is wel heel leuk natuurlijk. Of een touw door je hals trekken. Maar denk er wel even om dat als je een touw om je hals doet, je eerst heel goed moet oefenen. Want als het fout gaat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En wat ook belangrijk is, is dat je niet deze trucs doet bij een broertje of zusje van 4 of 5. Want als zij je gaan nadoen met een touw om hun hals, dan is het natuurlijk heel erg gevaarlijk. Dus laat deze trucs vooral zien aan kinderen van je eigen leeftijd of aan volwassenen, want die snappen wel dat het een goocheltruc is.